Vanmiddag weer een thuiswedstrijd en wel tegen Spijkenisse. De heenwedstrijd tegen Spijkenisse na een kwartier. Wat dacht je toen? Ja, dat het er niet zo heel erg goed uitzag. We zaten totaal niet in de wedstrijd. We kwamen overal tekort. De linies kwamen ver uit elkaar te spelen en ik proefde een vorm van lichte onderschatting. En wij wisten dat Spijkenisse een ploeg is met aanvallende intenties en dat weten we nu nog beter. Ja, dat klopt. Maar ondanks dat je het weet, hè, je wist ook hoe Harkema zou spelen vorige week. Je moet het maar gaan doen in het veld. Je moet het herkennen, het juiste moment, wanneer doet Spijkenisse wat. En daar heb je nu ervaring mee. Nou, dat moet je nou laten zien in dit duel. Spelen ze puur aanvallend voetbal of dominant? Of is dat juist een combinatie daarvan? Nou, het is meer dat ze ook een stukje opportunisme hebben. Ze zoeken vrij snel met een crossbaas de sterke spits van Dommelen. En van daaruit sluiten ze met heel veel mensen bij. En daar waar andere ploegen vaak maar één of twee mensen aan laten sluiten, komen zij zo met vier, vijf man aangezet. En ook hun backs zijn eigenlijk aanvallers in hun systeem. Dus ja, daar creëer je veel mee. Maar daar geef je ook wel het een en ander mee weg. Ik denk dat jij wel tekent voor een einduitslag van 4-3 in het voordeel van de geel-zwarte. Nou, in ieder geval met winst natuurlijk, maar als we met goed voetbal en met veel doelpunten dat verschil kunnen maken, dan zijn we er wel blij mee. Ja. Het zou zomaar zo'n wedstrijd kunnen zijn. Ja, gezien de uitwedstrijd zeer zeker. Wij moeten onze kansen maken, maar Spijkenisse ook. Dus het kan vanmiddag inderdaad zomaar zo zijn. Maar ja, het liefste wil ik vroeg voorkomen en dan die voorsprong uitbouwen. En zorgen dat zij niet zo heel veel zin meer hebben in dit duel. Is de groep ervan overtuigd dat ze die laatste 9 wedstrijden nog 27 punten willen pakken? Ik denk dat ze dat antwoord de afgelopen 2 weken hebben gegeven. We geven niets weg. We staan er als team. Dat betekent dat we volop in de competitie meedraaien en dat ze de bereidheid hebben om dat ook tot het einde te doen. En je gaat spelen met dezelfde 11 als verleden week en die week daarvoor? Ja, we gaan geen verandering aanbrengen. Geen veranderingen? De bank? Ja, daar hebben we Lars van Wetering. We hebben Dean Bredewold. We hebben, even kijken, Mark Bouwman, Maurice de Ruiter. En wij hebben... Ja, Yannick van Zwam, moest even goed nadenken. Dus Maurice is weer redelijk wedstrijdfit? Alle 4 zijn ze redelijk wedstrijdfit. De een redelijker dan de ander. Ja, weet je Piet, anders zitten ze niet op de bank. Ze kunnen allemaal dat steentje bijdragen wat vanmiddag mogelijk mag zijn. Maurice is gelukkig van zijn enkel blessure hersteld, want anders zou hij niet op de bank zitten. Nee. Goede trainingsweek gehad? Ja, lekker veel kunnen doen. En ja, die wedstrijd van Harkema neem je mee. En dan zie je altijd dat spelers wel wat prettiger op het trainingsveld staan. En, dus we hebben alle vertrouwen in een goede afloop vandaag. Iedereen is klaar voor de dubbel. Ja, het kan een heel mooi weekend worden en dat begint met vanmiddag. Scheidsrechter van vanmiddag is de heer Berben. Deze aanval, Strand. Dennis Hollard leest de situatie daar goed, draait de goede kant op. Heel goed werk, Benjamin. Mike Aris. Hij weet intuïtief dat Benjamin Roemayon op alles loopt. Heerlijk voetbal om naar te kijken. Veel ruimte. En daar. Ja, nee. Oh, waarom passeer je de keeper niet? Dat had zomaar gekund. Benjamin Roemayon. Kijken hoe Spijkenisse hiermee omgaat. En met name de verdediging van DVS. Komt-ie. Bal wordt weggekopt. Goed. Nu. Nu, 3-2 situatie. Dat moet iets sneller worden opgelost. Komt toch die paas na, Benjamin Roemayon. Draait naar binnen. Heeft nu een enorme kans. Oh, Benjamin. Weer een verkeerde keus. Wat jammer. Nu, Koen Vloedgraven. Koen. Recht op de vuisten van de doelman. Dairen Bijl. Daniel van Warven. Kan gaan schieten. Nee, er zit een verdediger tussen. De bal blijft daar hangen voor. Mike Aris gaat schieten. In de handen van de keeper. Zo krijgt DVS veel mogelijkheden op dit moment. Op Van Axel Dongen. Met onze captain Dennis Hollard. Dennis Hollard gepasseerd. Daar komt Spijkenisse. Schiet naast. Aanval loopt door via Mike Arends. Mike Arends, mannetje kwijt. Maurice de Ruiter, keurig 1-2 daar. Ja, lekker! Hey, ik zei al, hij hing in de lucht. En fantastische combinatie. Het begon eigenlijk bij de captain die een hoog standje achterin uithaalde. En daar volgt een goed doorgaan van Mike Arends. Paast, gaat de combinatie aan met Maurice de Ruiter. Een keurig 1-2 en eindelijk is die hatelijke 0 van
het scorebord. Want DVS staat hier op 1-0. Doelpuntenmaker Mike Arends. Kan de strafschopnemer helaas niet goed bekijken. Nu moet de aanvaller van Spijkenisse wel schreeuwen van Hens. Maar die bal die komt werkelijk volledig onbedoeld op een armpje van Roald de Vries. Ik weet niet of die zo goed is. DVS. Terwijl een DVS'er daar wel op de grond ligt. Maar Maurice de Ruiter die ontwikkelt daar een poepie snelheid. En wat gaat hij doen? Nee, die bal die wordt nog net voor de lijn weggeschopt door de laatste man van Spijkenisse. Mariana. Oh, mooi paasje. Ruimte daar. Goed geblokt. Goed verdedigd, Basil Camara. Wat gaat er gebeuren? Oh, jongens, die bal die gaat net voorlangs. Wat een prachtige actie. Toch nog mooi. Die voeten tegenaan gekregen. Van der Pluim was dat. En daar natuurlijk Van Dommelen. Prachtige balbehandeling, Lars Dekker. Heel goed zijn lichaam gebruikt. Goed opgelost. Heiko Epen. Daniel van Warven daar mooi vrij. Maar Heiko zag hem niet. Mike Arends die gaat daar de combinatie aan. Mike Arends, een penalty. Penalty. Scheidsrechter is een overduidelijke penalty. Binnen of buiten? Hij geeft hem de buiten. Meneer Berben. Oh. Die was toch rijp om hem binnen te geven. Heel jammer. Maurice de Ruiter. Maurice de Ruiter. Ja! En hij heeft gelijk. Hij trapt hem gewoon binnen. Het is niet te geloven. Kijk. Hij gaat gewoon in zijn eentje een feestje vieren. Wat is er toch aan de hand? Hij gaat naar zijn vader. Natuurlijk. Wel weer Maurice de Ruiter. Maar ik denk dat er toch nog even gepraat gaat worden. Op diverse fronten. Met de spelers. Prima gespeeld. Ja, goede paas van Zwam. Jannik, heel goed. Roemion weer. Zet die bal daarvoor. Maurice eruit, dan komt er toch nog voor langs. En wat doet hij? Hij schiet hem, ja, via een verdediger erin. Gonçalves. Toch Maurice de Ruiter weer. Prima voorlangs. Pikt hij die bal op. Hij kan dat als geen ander. Heeft ook gelijk de controle. En Maurice. Wat kun je goed voetballen. Maar hou je kop erbij. Mike Arends. De doelpuntenmaker, het eerste doelpunt. Wat een heerlijk doelpunt. Ja, dankjewel. Beschrijf hem eens. Ik kreeg de bal op rechts. Ik stond rechtshalf, dus ik kreeg de bal op rechts. En ik ging volgens mij een man langs naar binnen. En toen zag ik Mouw staan. Dus ik speelde hem in en ik zag al ruimte achter de verdediging. Dus ik speelde Mouw in en ik liep door. En ik kreeg hem goed mee van hem. En ik kon mooi binnenschuiven. Jullie kennen elkaar natuurlijk door en door. Ik noemde het een typisch Maus-Arends actie. Ja, het is jammer dat het volgend jaar niet meer kan. Ja, precies. Ja, dat vind je zelf ook jammer? Ja, ik vind het zeker jammer dat ik wegga. Maar ik denk wel dat het beter voor me is in deze situatie. Gelukkig speel ik nu weer even een paar wedstrijden. Dat is wel lekker. Maar ik vind het wel jammer, ja. Tuurlijk. Ja. Je bewijst ook dat je met de wedstrijd er beter in komt. En dat als je in de basis staat, dat je dan toch waardevol bent. Ja. Vind ik ook. Ja. Dank je wel. Ja, dat vind je ook. Ja, ik vind nu dat ik wat... Ik stond de afgelopen 3 wedstrijden dan linkshalf. Wat meer verdedigend. Pakte ik dat met Roald wel goed op. Kon ik aanvallend ook nog wat brengen. Vandaag dan op rechtshalf ging ook weer lekker. En nu eindelijk weer een goaltje gemaakt en assist, zeg maar. Op Mouw staan op die vrije trap.
Dus ja, gaat nu wel weer lekker, ja. Wat moet het ook een Eldorado zijn geweest voor jullie als aanvallers? Zoveel ruimte dat je kreeg, hè? Ja, Eldorado? Ja, Eldorado. Ja. Nee, we wisten al dat er veel ruimtes lagen achter hun verdediging. En, dus daar maakten we ook veel gebruik van. Alleen hadden we het wel nog beter moeten uitspelen. Want de eerste helft moet je eigenlijk al gewoon 3-0 voorstaan. Maar ja, die ballen moeten gewoon... moet het gewoon beter uitspelen. En die ballen moeten gewoon goed voorkomen bij de juiste persoon. En er worden nog veel verkeerde keuzes gemaakt. Dus. Jullie hebben met z'n allen echt nog wel de intentie om die derde periode te pakken. En ook echt nog wat te gaan betekenen deze competitie, hè? Ja, we gaan er wel voor natuurlijk. Maar ik ben er niet zo verder niet zo mee bezig. Ik denk de rest ook nog niet echt. Omdat we eerst maar gewoon... nu gaat het lekker, dus gewoon wedstrijden winnen eerst. En dan kunnen we misschien op het eind weer nog verder kijken. Misschien de hele periode zou leuk zijn. Nog mooie afsluiting hier. Precies. Bedankt, Mike. En heel veel succes de laatste wedstrijden voor DVS. De beide trainers na afloop van deze wedstrijd, DVS Spijkenisse. Met name Peter Wubbe, welkom voor DVS TV. Ja, dat begrijp ik. En Bert van Hunestein ook welkom. Peter, hoe zag je zo'n eerste helft voorbij komen? Volgens mij was je niet blij. Nee, ik ga het niet noemen dat het een slechte instelling was, maar wij gaven DVS wel heel erg veel ruimte en tijd om op hun gemak hier de mooiste aanvallen op te zetten. Eigenlijk alles wat wij wilden, ver van de goal verdedigen, kort op de bal, met pressie vooruit, kwam er allemaal niet uit. En dan kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat we niet scherp genoeg zijn voor deze wedstrijd, hoe raar dat ook klinkt. Ja, dat is inderdaad wel heel raar, want het is toch wel een hele belangrijke periode voor jullie. Ja, wij spelen alleen nog maar finales, dus met die instelling moet je er ook in gaan. Maar als ik met name mijn verdediging zag, de eerste helft, hoe kinderlijk eenvoudig de spitsen van DVS konden weglopen bij mijn centrale verdedigers. Hoe makkelijk wij de ruimtes weggaven en ook hoe veel gebrek er was aan doordekken en kort op de bal zitten. Gewoon helemaal niet eigenlijk, niet gezien. Met als dieptepunt de 1-0, gewoon een simpele 1-2 combinatie door het centrum. Hij staat alleen voor de keeper en dat was geloof ik 4 keer daarvoor ook al gebeurd. Dus dat was echt wel eventjes schrikken. Het zijn ook geen geringe spelers, die aanvallers van DVS. Bert, wat dacht jij ervan? Nou, als je kijkt naar de eerste helft, we weten gewoon dat Spijkenissen veel druk naar voren wil zetten. En op het moment dat je dat weet, moet je daar slim in acteren. En ik denk dat we dat gedaan hebben. Dan moet je vooral niet de eerste man inspelen, want daar zetten ze graag druk op. Die moet je overslaan en dat hebben we de eerste helft gedaan. En ik denk dat we zeker 4-5 keer voor de goal zijn gekomen van Spijkenissen. En dan is het heel slecht, vind ik gewoon, dat je niet eerder in de eerste helft al de boel eigenlijk klaar speelt. Wat is dat toch dat die trekker dan niet wordt overgehaald, Bert? Ja, kijk, weet je, het blijven aanvallers. En soms lukt iets niet in de wedstrijd en dan gaan ze daar te lang over nadenken. Terwijl je heel eerlijk moet zijn, als aanvaller kom je heel vaak in omstandigheden dat je jezelf kan herpakken. Er komt weer een nieuwe voetbalsituatie. Ja, soms is het vertrouwen, soms is het even dat stukje geluk, gochme, kwaliteit, noem het allemaal maar. Maar je ziet wel dat ze hard voor blijven knokken met de goede loopacties, met goed in de duels blijven gaan. Dus dan komt dat vanzelf wel en dan komt het juiste moment wel van scoren. Ik dacht op een gegeven moment, en dat zie je wel vaker, als de ene ploeg verzuimt om die enorme kansen om zeep te helpen en niet die 3-4-0 voorsprong te pakken in de rust, wat DVS had kunnen pakken, dan zie je toch dat jullie langzaam maar zeker een beetje in beginnen te geloven in die tweede helft. Want er waren aardig wat billenknijpmomenten voor het doel van DVS. Nou, je kan heel makkelijk zeggen, we krijgen veel kansen als 3-0 moet staan. Maar vaak is het zo, als je 1-0 maakt, dan krijg je daarna die grote kansen niet meer, want er gebeurt wat in de wedstrijd. Overigens vond ik dat wij op een gegeven moment bij 0-0 ook een hele grote kans kregen met Axel Dongen, die helemaal alleen doorgaat op de keeper met een eigen individuele actie. Maar 4-1 was misschien een leuke ruststand. Wij dwongen voor de rest ook helemaal niks af. Dus we verdienden niets meer dan een achterstand in de rust. Na de rust vond ik dat we inderdaad wat beter voor de dag kwamen. Ik vond het ook nog niet echt overtuigend. We kregen inderdaad eerst kwartier 20 minuten na rust, vond ik ook 2 goede mogelijkheden. Maar ja, dan, als je niet goed aan de wedstrijd begint en je hebt te weinig overtuiging in je ploeg zitten, dan dwing je dat ook niet af. Dus we zijn volledig verdiend naar een 3-0 nederlaag gespeeld. Ja, Bert, dat is een 3-0 overwinning en dat moet je dan uiteindelijk toch wel tevreden stemmen. Nee, dat moet je altijd. Ik bedoel, 3-0 in een derde divisiewedstrijd is prima. Voor de derde keer de 0 gehouden.
Dus dat is een groot compliment voor de groep. Maar we moeten er veel harder voor knokken dan dat we ooit gedaan hebben. En dat doen de jongens dan ook. Maar ja, ik moet eerlijk zeggen, Spijkenissen die hadden ook nog wel de kans op 1-1. En dan weet je gewoon dat het weer zo'n lastige wedstrijd gaat worden. Je mag Spijkenissen gewoon nooit in de wedstrijd houden. En bij 2-0 had je echt wel in de gaten, nu is het klaar. Maar de tweede helft was voor, denk ik, voor de toeschouwer niet om aan te gluren. Het was rommelig, veel balverlies. Wij zagen de oplossingen niet. En Spijkenissen heeft er wel veel aan gedaan. Maar ook voor hun was het onvoldoende om nog op gelijkspel te komen. Toch weer even een paar excellente momenten van Maurice. Nou ja, je weet dat hij dat kan. En dat laat hij zien. En ik vind dat hij wel in balbezit vandaag het verschil maakt. Zijn invalbeurt zorgt ervoor dat er even desorganisatie was. En in de tweede helft staat hij toch vaak op de juiste plek. Maar goed, dat is de klasse van Maurice en dat heeft hij prima ingevuld. Van Axel. Axel van Dongen, zo heet hij. Oh, daar heb ik wel echt van genoten, Peter. Ja? Echt al. Ja, ik heb vandaag weinig kunnen genieten. Nee? Je bent echt ontevreden? Ja, als we even van plaats verwisselen, hoe zou jij je voelen na zo'n wedstrijd? En je ziet je ploeg in een fase als deze van de competitie. En we hebben een paar goede weken achter de rug. En als je dan met zo'n gebrek aan scherpte aan de wedstrijd begint, en dat geldt voor de hele ploeg, dat zijn nooit 1 of 2 man. En dan zit Axel Dongen daar ook bij. Is het gewoon niet goed genoeg en dan is er weinig ruimte voor genieten. Ik zei net al, DVS heeft toch wel een paar aardige spelers. Het is een aardige ploeg waar je tegen speelde. DVS heeft een fantastische ploeg, daar gaat het helemaal niet om. Dat vonden we de eerste wedstrijd ook al. Maar als wij de dingen doen die we moeten doen en kunnen doen, dan kunnen wij ook DVS, dat is ons de eerste keer ook gelukt, gewoon hartstikke moeilijk maken en er veel meer uithalen. Veel meer uithalen. Ook vandaag nog. Ook, want wij leven nog in de rust met maar 1-0. DVS heeft ons leven gehouden. Ja, dan vind ik toch in die tweede helft, dan moet je veel daadkrachtiger zijn. En met veel meer scherpte, ook voor de goal van DVS, moet je eigenlijk misbruik maken van de langmoedigheid aan hun kant. Ja, dat doen wij niet. En dan kan DVS een fantastische ploeg hebben. Dan hebben wij nog steeds wapens om onszelf in iedere wedstrijd er weer in te knokken. En ook vandaag kon dat nog, maar ja, we hebben het niet gedaan. En dat, nogmaals, laat weinig ruimte voor genieten over. Oké. En maandag spelen jullie? Tegen ONS Nek. Dat moet kunnen. Ik zag Chris de Wacht ook op de tribune zitten. Jullie zullen mij dit hele seizoen nooit horen zeggen van een wedstrijd op voorhand dat moet kunnen. Want in die positie verkeren wij niet. En wij moeten echt 90 minuten lang onze bal uit de broek werken voor een resultaat. En vandaag was het echt te weinig. Okay. Succes in de verdere competitie trouwens, Peter. Dankjewel.